Mijn klein en wonderlijk filmpje gaat over een even wonderlijk thema. Namelijk het zoeken, speuren en vinden van een filmlocatie. Niet zomaar een filmlocatie. En zeker niet zomaar een film. Nee, ik ben op zoek naar een filmlocatie van een briljante filmmaker. Ene Bert Haanstra. Dat had hij niet beter kunnen raden, want ik heb nu al eens gezegd, als ik geen filmer was geworden, was ik etoloog geworden. Bioloog, etoloog, want ik vind dat zo fascinerend. En toen kwam daar dus de mogelijkheid om een plan te maken. En dan moet je gewoon heel groot doen en zeggen, luister, wij gaan een plan maken. 3 jaar opnemen. De hele wereld over. Een man die de Nederlandse film op een internationale kaart heeft gezet. Voor nu en vele generaties later. Op Curaçao, waar ik geboren ben, leerde ik heel snel als kind over het grote Nederland. Bijna alles op dat eiland was versmolten met Nederland. Toen Fanfare van Bert Haanstra werd vertoond op Curaçao, zat ik zowat op de eerste rij. Als kind keek ik met grote ogen naar een beeldvorm en stijl die ik totaal niet kende en waar ik verliefd op werd. Zo ook op films als Glas, Alleman, De Stem van het Water, De Zaak MP. 1969 vertrok ik met mijn vader naar Nederland. En tijdens mijn militaire dienstplicht zag ik opnieuw een meesterwerk van Haanstra. Bij de Beesten Af. Meer en meer raakte ik in de ban van deze wonderlijke man. Met een ongekende signatuur. Een handtekening zo herkenbaar voor een ieder. En na het zien van Dr. Pulders uit Papavers in 1975... liet ik mijn tranen de vrije loop. Ik was aangegrepen door alle filmaspecten die op mij afkwamen. Dr. Pulder, heel in het kort, is de confrontatie tussen twee oude studiegenoten. Ja. Waarvan de een ingeslapen dorpsdokter is geworden en de ander een briljant chirurg die aan de morfine is verslaafd. Ja, klopt, ja. Nou las ik in een interview, dat stond boven, Dr. Pulder, dat ben ik. En dat verbaasde me, moet ik zeggen. Want je beschouwt jezelf toch niet als een ingeslapen dorpsdokter? Nee, maar ik herkende hem zo goed. Ja? Ja, ik herkende die man zo goed dat hij er zo intuimelde dat die man hem zo pakte. Ja? En dat hij daar met die grote blauwe ogen zo prachtig intuimelde. En dat hij zo blij was. Ja, Dr. Pulder hier. Nee, het is Kees, niet Jaap. Hans? Nou, verrek zeg, hoe weet jij dat ik nog besta? Hè? Wil je komen, hè? Nee, ik heb ze zo te zien maar niks vanmiddag. Ik zou er ook zo in getemmeld zijn bij die knaap. Maar je hebt toch zoveel gezien in je lange carrière. Ja, ja, maar toch kun je houdt toch iets over van dat makkelijk te pakken, denk ik. Ja, ik zou daar geen. Ik heb dat altijd. Ik heb Pulder heel sympathiek gevonden daar altijd in. Het verhaal van een dorpsdokter uit een kleine plaats die verrast werd door een plotseling telefoontje van een bekende chirurg en oud studiegenoot. Zo, en wat mag ik je inschenken? Sherry? Graag, ja. Dry, als je het hebt. Tjonge, wat een rust. Man, wat ben ik daar aan toe. Kijk eens, op je gezondheid. Op ons weerzien. Ja. Ga zitten. De dorpsdokter werd bestolen door een verslaafde Hans. Een reunie. Een reunie voor mij.
Mag ik u even spreken? Herstel van Oudglooi. Als Lieske de boel nou maar niet in zuurte zou vergaan. In zuurte zal vergaan. Zijn, omdat ik en professor Dr. Havelingen niet daar. Sam 43, jezus. Vader, ik zag net een jacker wegrijden. Ja, jongen. De chirurg komt te overlijden. Neemt u me niet kwalijk. Heb ik het goed als ik veronderstel dat u zijn dochter Kitty bent? Het is een duidelijk geval van eindelijk rust. En bij de begrafenis verschijnt zijn minnares in beeld. Ene Mies. Is er iemand onder de aanwezigen die het woord zou willen voeren? Dat is toch te gek? Hans. Als een oude studievriend ben ik hier naartoe gekomen om je te zeggen dat hoe moeilijk je het ook gehad hebt en hoe moeilijk je ook voor je omgeving was, jij was een groot man. En dat je met je kunde vele mensen het leven hebt gered en dat hun dankbaarheid, zo goed als die van mij, jou vergezellen op jouw laatste gang. Rust in vrede, Hans. Vaders maîtresse. Dat? Al heel lang. Ook aan de... Mijn ogen tranen altijd zo. Altijd. Ik vind het wel een mal verzoek van je. En veel moois heb ik niet over hem te vertellen. Als je het rietje ervoor over hebt, thuis ben ik altijd. Kunnen we u naar het station brengen? Aardig aangeboden, maar dat hoeft niet. Hij is de polier van het dorp en hij rijdt toch met kippen en patrijzen. En hoe heet het die ding? Konijnen rond. Kom. Alle denkbare filmlocaties uit deze film zijn goed te plaatsen. Blokzijl is de opening van de film. Het oude stadhuis wat dienst deed als de woning van dokter Pulder. De Hoefslag, het restaurant waar gegeten werd. Slechts één enkele filmlocatie verstopte zich in een bosrijke omgeving ergens. Precies, ergens. Het huisje van Mies. Waar staat dit huisje? En bestaat het nog? Mijn speurtocht is gaande en duurt al een paar weken. Ik word van het ene kastje naar het andere gestuurd. Ik bel met Rinko Haanstra, de zoon van Bert, zelf ook filmregisseur. En toentertijd regieassistent bij dokter Pulders uit Papavers. Rinko gaf geen directe aanwijzing. Had het over een lang verleden. Ik zocht contact met het Goois archief en het filmtheater van Bussen. Maar ook daar geen concreet antwoord. Mijn bericht gericht aan een oud collega uit het filmlab gebeuren bracht uiteindelijk de oplossing. Stefan Danser gaf mij één naam door. Die van Hans Melissen. Hij was direct verbonden met dokter Pulder.
Hans was verantwoordelijk voor de productie daarvan. Nagelbijtend nam ik contact op met Hans, die in het buitenland verbleef. Een paar dagen later kreeg ik groen licht. Het telefoonnummer en adres van de eigenaar van het ene huis. Het huisje van Mies. Ergens ongekend verstopt tussen Bussum en Huizen. Het zit heel diep, lief. Ik bedoel, het zit heel diep, Lieske. Hans. Hans mag mij dan bedonderd hebben. Maar in werkelijkheid was dat een groot geluk. Hij heeft nieuwe ruimte om me heen geschapen. Ruimte die ik nu pas begin te zien. Daar kun jij niet over oordelen, geeft niet. Maar wat ik nou juist niet wil, is in zuur te verglammen. Wat merk ik van het leven in dit nest? Geen flikker. Hans wist er alles van. En ik wil alles van hem weten. Nou, hoe kom ik dat te weten? Van iemand die hem kende. Ja. Beter dan wie dan ook, mevrouw Mies. En daar ga ik op af, verdomme. Verbeeld ik het me alleen maar? Zwa, maar dan weet ik dat tenminste. Hey, wacht even. Dan zal ik ook even in het vijvertje plonzen. Ga weg. Eruit. Goedenavond. Dronken torren slaap in de logeerkamer. Mispunt. En ik ga naar mevrouw Mies morgenochtend. Ga je er even rekening mee? Dat ik u niet stoor. Ik begrijp niet wat u eigenlijk moet. Kan ik niet even met u spreken? Nou, niet hoor. Ik heb geen zin in die dingen. Ja, maar de zaak is wel dat ik er helemaal hiervoor naartoe ben komen rijden. Ik heb wel een kwartier nodig. Oh, maar dat brengt toch even zoek. Dan ziet u me straks. Hè? Ik neem het een beetje ruim. Het is het huisje waar de kern van de film zich afspeelt. Tot straks. Waar Kees Brussen en Dore van der Groen briljant acteerwerk neerzetten. Een filmschat zo ongekend bewaard gebleven. Na zoveel jaren ook uitgegroeid tot een waar geheim. Ja, het is dat huisje waar ik op weg naar ben. Om deze ongekende tocht nog meer zwoeng te geven, nam ik contact op met twee lieve luidjes uit mijn vriendenkring. Anneke en André van der Velde. Zij wonen al vele jaren vlakbij dat huis. Weten zij dit? Zijn zij daarvan op de hoogte? Ik maak het spannend en nodig André uit om mij daar naartoe te brengen. Vertellen over het huis doe ik niet. Het zal denk ik uitmonden in één groot big surprise. Althans, dat vermoed ik. En zo geschiedde. De ontknoping van een wonderlijke film. Als eerste stel ik natuurlijk de vraag, en ik begin misschien bij André, omdat hij namelijk al tijden en tijden hier woont. Ja. Heb jij enig idee, André, waar dit in hemelsnaam over gaat? Nee, ik heb een beetje onderzoek gedaan. Ja? Ik dacht misschien iets van Turks fruit of over de schutting of de dokter verzuipt ergens begin jaren 70. Ja. Maar ik ben nog niet echt achtergekomen, dus ik laat me verrassen. Maar als jij namelijk deze omgeving neemt, ja. Kan je dan misschien een bepaald aantal contouren of entourages bij denken? Dat je denkt van ja, maar dit gebied, dat past bij een film?
Of bij een grote film? Bij een grote film? Ja. Ja. Nee, wel series. Maar film, nee. Nee. Wat denk jij van het geheel dan? Wat voor film heb jij in gedachten? Nou, ik dacht ook wel jaren 70. Ja? Ja. Ik dacht dan, Dr. Polder draagt uit mijn vaders of zo. Ja, ja. Of, ja. In die tijd, ja, daar denk ik echt aan. Nou, dan zit je redelijk warm, wat dat betreft. Nou, Dr. Pulder, Zuid-Pathavers, nou wat goed zeg. Ja. Bert Haanstra. Ja. Bert Haanstra, ja. Ik heb het goed. Naar mijn mening, een van onze grootste regisseurs aller tijden. Ja, en uit welk jaar is die film? Dit is uit 1975. 75, oké. Okay. Ja. We gaan 46 jaar terug zometeen. Ja. Naar een locatie waar de kernopname van de film is gemaakt. Oh, oké. Okay. Nu krijg je te maken met de eigenaar. Ja, een adres. Die in wezen gewoon zijn buurman is. Ja, mooi lachen. Ja. Alsjeblieft, André. Oh, kijk, daar stoor ik. Grappig. Ja. Ken jij de man? Ja, ja, ja. Dat is toch verrassend? Ja, zeker. En ik weet dat er ook een andere serie is opgenomen. Met al die zwembaden. Is Gooise Vrouwen is daar gewoon. Oh, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. In dat zwembad, ja. Zou Anneke dit, denk ik, bedenken? Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee hè? Nee. Ja, die heeft er ook wel over nagedacht. Wat zou kunnen zijn. Ja. Bij het instappen in de auto voel ik een vreemdsoortige spanning opwellen. Bij mij, maar ook bij Flo en André. Het staat te gebeuren. Over een x minuten sta ik oog in oog met het huisje van Mies. Daan, de eigenaar, meldde dat hij deze ochtend Hans Melis heeft gebeld. Kom jij ook naar de locatie? Ja, ik heb denk ik nog wat interessant. Heb jij nog wat te vertellen? Jazeker. Ik heb wel wat interessants voor je. Ik had een paar bioscoopblaadjes meegenomen. Want ik heb hem gezien in de bioscoop. Dus jij kent de film wel? Ja, en ik zal je straks laten zien. Ik heb het speciaal meegenomen met medewerking van onze Cor. Ja, ja. En er zaten toch ook, ik had twee bladen meegenomen. En één blijkt dat Joost er te zijn. Dus ik vind het wel leuk. Ze hebben bijvoorbeeld dat hele huis volgeplakt met spul. Omdat hier vrij in de buurt die snelweg is. En daar had Haasra er last van. Ja, dat is... Dan hebben ze dat hele huisje volgebouwd met isolatiemateriaal. Het is plotseling meer dan een droom. En de weg daarnaartoe een bonk van mysterie. We gaan naar de plek. Naar het huisje van Mies. Een moment in mijn leven om heel lang bij stil te staan. En dit is het. Dit is het inderdaad. Ja. Ja. Ja, en dit is het huis. Het is nog precies hetzelfde als in die film. Ja, het is niet te geloven. Er staan heel veel van dit huis. Ja, het is niet te geloven. Het is precies hetzelfde. Dit is echt bizar. Dit is bizar. Even door die camera, man. Ja. Even laat ik André Kees Brussen zijn. Om het gevoel en meer. Ik ben dokter Pulder, weet je wel. U heeft mooi gesproken bij de begrafenis van mijn Emma. Ach, mooi. Dat had u niet verdiend. Heeft u het ergst geplunderd van allemaal? Toch was hij kwaad op u. Door die logeerkamer met die lampetkan en die ratten. Hij was woedend.
Het was maar één muisje, geen ratten. En hij kan woedend zijn. Zo woedend dat hij me slaat. Dat zou je niet denken, hè, van een gentleman. Het wordt eerder erger dan minder, dat vallen. Ze hebt u wel iemand die af en toe een beetje op u let, hè? Kun je net zien tijdens een opname. Ja. Hè? Hans Melissen. Ja. Jij deed de productie van, denk ik wel, een van de beste Nederlandse films aller tijden. Ben je het daarmee eens? Ja, ik vind het ook absoluut een van de allermooiste films ooit gemaakt in Nederland. Ja. De speelfilms. We hebben het over Dr. Pulder Zuid-Papavers. Ja. Kan je misschien een beetje uitleggen waarom deze film zo uniek is in de Nederlandse filmgeschiedenis? Nou, ik denk dat dat komt door eerst een heel ijzersterk script. Ja. Wat Koolhaas zelf bewerkt heeft. Zijn eigen boek heeft hij bewerkt. Een nagel achter het behang. Dat heeft hij bewerkt op aandringen van Bert Haanstra zelf. Die zei van, nou ga jij... Ik vind het eind niet goed. Het moet veel meer menselijker. Het ging veel meer over die muis in het, de nagel achter het behang. En, Oh, meisje. Meisje, ben je daar? Kom je eens kijken hoe de dokter het maakt? Nou, dat geeft niks voor. Je mag vrij rondlopen. Beslot leven we maar eens. Hé. Hey. Meisje, hallo. En toen heeft Koolhaas dat bewerkt. Die is in Hamdorf in Laren gaan zitten een paar weekenden. Daar zijn ook nog wel anekdotes over te vertellen. Die man, die werd ook nog daar in Hamdorf werden dansavonden gehouden. Hm. En dat was enorme muziek en luide muziek. Dus hij, Koolhaas, die is op een gegeven moment naar beneden gegaan. Die kon zich niet concentreren op het script. Die is naar beneden gegaan. Hij heeft de directeur te spreken gevraagd en zei... Of zit hij al in het gekke huis? Drinkt u een glaasje vodka mee? Nou, dat is... Niet die kleine glazen man. Neem die, daar gaat meer in. Huh? Voor ik Hans kende, was ik ook aan het drank. Maar hij heeft hem ervan afgeholpen. Dood u ze maar, u zo dood. Hans van Ingelita heeft mij van de drank geholpen. Er zat geen druppel bloed meer in, zei onze dokter. Hij was net een blokfluit. Al die prik. En als we het over die minnares hebben... Ja. Dan heb jij natuurlijk ook dat verhaal... ten aanzien van de actrice die dat moest spelen. Ja. Er was een op voorspraak van Koolhaas was een actrice, Elisabeth Hoytink, als juffrouw op mevrouw Mies aangenomen. Maar na twee dagen draaien, misschien al zelfs de één dag, de week niet meer, maar in ieder geval na twee dagen draaien, zag Bert Haanstra dat dat niet de juiste keuze was. Zij kon het niet aan. Die waanzinnige, heerlijke, expressionistische vrouw. Die kon zij niet spelen. Ze speelde te veel toneel. En het was de paniek in de tent. Want ja, dan moesten we de hele productie stilleggen. Dan moest er een andere actrice gevonden worden. En heel toevallig had ik Doren van de Groen op een film gezien. En dat leek me een waanzinnige goede actrice. Maar die rol zou aankunnen. En ik was nog erg jong. Dus ik werd niet zo makkelijk geloofd dat de goede actrice zou zijn. Maar gelukkig kende Kees Brussen haar ook. En Kees Brussen, die dus de tegenspeler was... Die zei, ja, dat is een hele goeie. En die hebben wij uit Brussel naar Nederland te komen. Hebben het contract wat zij met de BET had, hebben wij afgekocht. En zij is de redding van die film geweest. Omdat dat zo'n belangrijk element in het geheel. En die woonde dus hier.
In het verhaal wel. Lekker zeg, die wodka. Als u een flesje mee naar huis wil nemen, doe het tenminste eens iets terug. Nee, nee, ik wil er u niet van beroven. Niks hoor. Ons voorraadje zou mijn tijd wel duren. Pak hem maar in. Nou, vooruit dan. Ik zal er graag een aanvaarden. Al is dat als een herinnering aan deze merkwaardig samenzijn. Ja hoor, ik schenk je de rest. En het wordt ook tijd dat je eens opdondert. Maar schenk nog eerst een glas in. Ja. Nee, dit niet. Dit is nog niet leeg. Wat? Pak een ander. Oh, wacht, ik zal de fles binnen uw bereik zetten. Nee, zeur niet, man. Schenk me nou een glas vol. Zo. Oh, zeg. Als ik weer eens langs kom, zoals vandaag, dan wip ik toch wel even binnen. Je doet maar wat je niet laten kunt. Maar dat er ratten in de kamer waren, dat is echt niet zo hoor. Echt niet. Ach, knotsenpuller, hier neem je fles mee. En breng jij eens wat voor mij mee. Ik moet nu gaan. Als je hier terug bent, ja. Die, hoe klein die ruimte is, ja. Dat we daar met een hele crew stonden, ja. Hoe we dat gedaan hebben, dat begrijp ik gewoon niet meer. Want we hebben deze, als je kijkt naar boven, ja. Dit is die punt, ja. En dat is een soort piramide, en die hebben helemaal met die platen, grote geperste platen, hebben die bekleed, om het geluid dat we nog horen. Ed Pelster was de geluidsman. En die had zeer goede oren. En die wilde... Alles draaiden we natuurlijk met direct geluid. Ja. En dat werd met die platen werd dat voor een groot deel werd dat gedempt. Hoe waren de scènes die... Want dit waren natuurlijk vrij complexe scènes die hier werden gedraaid. Ja. Hoe bouwde Bert dat op qua regie? Weet ik niet. Ik probeerde hier natuurlijk helemaal niet te zijn. We wilden zo min mogelijk mensen hebben. Ik weet wel... Kijk, Bert... Had altijd een enorm schetsboek. Ja. Een heel echt boek. Alles getekend? Maar alles intekende. En ja. De hele scènes uittekende. Hé, god. Als je een scène zo maakt dat je zegt... Nou, hier, dat is van dokter Pulder. En die snijdt zichzelf in zijn vinger met kaasstukjes eten. En dan kijkt hij ernaar. En dan zie je hoe hij het ziet, zijn hand, waar een druppel bloed afloopt. En dan wil ik hebben dat die druppel bloed op dat kaas valt. Dat rode druppeltje bloed op de kaas, dat heeft altijd een reactie in de zaal. Zit je dan ook te overwegen of je zo'n bloeddruppel zal volgen met de camera? Of weet je... Oh ja, nee, zal ik nooit volgen. En waarom niet? Nee, omdat het eerste, dan moet ik... Bloed, voordat dan dat ding in beeld, dan hebben de mensen al een streep, een flair gezien. Het is veel. De schaal, je hebt gezien dat hij was aan het snijden en legt ze op een schaal in een longer shot. Ja. In één keer, close, hij snijdt ze. En dan zie je dat straaltje en moest zich echt snijden. Vond hij echt vervelend. Hoor. We hebben een dokter bij gehad, die heeft een snijtje ingegeven. En toen bleek, lekker straaltje bloed. Nou, en dat druppelde toen af. En nou, dan zet je dat dingetje eronder. Maar dan moet dat en het moment dat het druppeltje loslaat, oversnijden, pap, drie beeldjes later, komt het op. En hoe lang is er interieur gedraaid? Minimaal een week. Minimaal. Zo. We hebben de boel stil moeten leggen, omdat Bert natuurlijk, omdat hij wisselde van de actrice. Toen hebben we de boel een tijdje stilgelegd hier. En toen hebben we op een gegeven moment andere opnames naar voren geschoven. Dus de opnames in het hotel. Daar hebben we het koerhuis geschreven. Dat was het koerhuis, ja. Koerhuis geschreven, in ieder geval gebruikt wat leeg stond. Ja.
Ook daar zijn er wel anekdotes over te vertellen. Ja. Ja. Het koerhuis stond helemaal leeg. Ja. En de gemeente was bang dat de eigenaar, de nieuwe eigenaar van het koerhuis, dat hij het zou afbreken. Of dat laten afbranden. Of... Want ze wilden eigenlijk grote appartementen neerzetten. Maar de gemeente wil natuurlijk dat unieke gebouw, wat natuurlijk een historisch monument was voor Scheveningen, willen ze behouden. Nou, wij konden met veel moeite, hebben we voor elkaar gekregen om daar te gaan draaien. Moesten we draaien het effect van de overstroming die Ton Lensie veroorzaakt. Ja. Met overlast van water. Hij spuit zich vol en dan laat hij zijn armen of zijn handen laat hij koud spoelen. En die wasbak die loopt over. Scène van het overlopen van het water wat door het plafond heen gaat. Ja. Dat hebben we in Scheveningen in die grote zaal. De koorders hebben helemaal aangekleed. En daar hadden de technische jongens van de ploeg, die hebben een systeem gemaakt met buisjes die ze konden opendraaien. Dus die buisjes liepen met een gaatje zo door het plafond. En Bert wilde per se een waarheidsshot hebben. Het waarheidsshot, je zou dus al het water kunnen laten vallen en er gewoon van beneden af filmen. Nee, hij zegt, het moet één keer, moet je het waar maken, moet je een tilt maken van het plafond waar het water uitkomt naar de tafels waar het water op terechtkomt in de eetzaal. Keer waargemaakt worden. Dat betekende ook dat het plafond geschilderd moest worden alsof er een enorme watervlek op zat. Dat, als je die scène terugziet, dan zie je dat is een geweldig kabaal komt er op een gegeven moment uit het plafond. Fantastisch. Ja. Die opnames allemaal waren afgelopen, moest alles eruit. En toen bleek dat er vlak daarna werden Miss Holland verkiezingen gehouden in de koerzaal, die nog wel compleet was. En die zaal waar wij gedraaid hadden, dat werd kleedruimte voor de Miss Holland kandidaten. En die begonnen te protesteren. Want ze zeiden, hier gaan we onze kleding niet neerhangen, hier gaan we ons spul niet doen. Want kijk, er is een enorme lekkage. Dus het komt allemaal... Zo echt was het getekend op het plafond. Ze dachten dat er echt een lekkage was. Maar goed, ze dachten echt dat er een smoes werd verteld door de organisatie van die Miss Holland verkiezing. Maar het was werkelijk nep wat er aan het plafond was. Ja. Die manager stond gelijk op straat omdat hij hem had laten glippen. Grandioos. Hoe is het gods ter wereld mogelijk een spoor van ruïnes? Maar hij heeft ook het een en ander onafgemaakt achtergelaten. Maar gelukkig heb ik een andere dokter nu die de kroon op zijn werk kan zetten. Bedoel je mij? Kom nou. Waarom dacht je anders dat ik je hier duld, ezel? Apropos, heer, niet wat te knabbelen bij die borrel. Sorry hoor, dat ik het opper. Ik ben geen konijn. Ik knabbel niet. Jij bent godverdomme nog niet eens een drinker, plattepuls. Als je drinkt, dan drink je. Dan valt er niks te knabbelen. Dus is hier geen melksalon. Ja, god. Ik dacht, we zaten zo gezellig bij elkaar. En... Knabbelen. Nou ja, god, een zoutje of een nootje. Godstuk boerenbond, waar heb je het over? Knabbelaar, eekhoorn.
Lazer op. Als je zo lazer op. Nou zeg, kan het een beetje kalmer. Het is goddom of ik tijd. Ga je nou of ga je dan niet? Nou, misje. En laat me op de grond liggen. Ik wil verdomme onder de grond. Waar bemoei jij je mee? Ik kan je als dokter toch niet zo... Van dokters moet ik het hebben, ja. Ga weg. Oh. Ik kan het toch niet anders. Bij jou ben ik. Ik zal je schrijven. Ik zal je helpen. Als je eraf wilt. Ik geloof dat een som van kleinigheden enorm telt. Kijk, als je denkt, ach, dat zien ze niet, laat dat maar lopen. En je hebt een aantal van die kleinigheden die misgaan of die niet helemaal goed zijn. Die som van kleinigheden, dat telt enorm aan naar het totale, in het totale oordeel, geloof ik. Daarom, ik denk dat ik wel een erge perfectionist ben, maar ik dacht dat je dat ook wordt als je daar lering uitgetrokken hebt. Dat je niks kunt laten gaan of je hebt er later zo'n spijt, want je ziet het iedere keer weer terug. Elk kleinigheidje wat niet helemaal goed is, daar stoor je later aan. En dan weet je dus ook dat bij de bezoeker, die zal het niet meteen kunnen zijn vinger opleggen. Oh, daar ben je fout gegaan. Maar ze voelen het. Een publiek kan heel scherp zijn. Snelheid zit niet in sneller monteren. Snelheid zit in informatievoorziening. Mm-hmm. Ik heb al wat jaren lang Villa Velderhof gemaakt. Ja. Prachtig om naar te kijken, toch? Ik weet dat op een gegeven moment zeiden van die televisiebaasjes, mensen die het allemaal uitgevonden hebben, maar nog nooit zelf iets gemaakt hebben. Ja, het moet sneller en moet sneller gemonteerd. En dat was natuurlijk één grote waanzin. Die snelheid zit in informatievoorziening. Als jij maar steeds nieuwe informatie krijgt, heeft het een snelheid. En dan kan je nog zo snel monteren als je wil, maar als het geen nieuwe informatie bevat, dan heeft dat die snelheid helemaal geen zin. En daar was Bert Haanstra een ongelofelijke kei in. Bert heeft mij geleerd hoe je moet monteren. Ik had natuurlijk wel op de filmacademie montageles gehad, maar Bert kon precies zeggen op welk moment je in een film moet snijden, weg moet naar nieuwe informatie. Maar ik denk dat er ook weinig mensen zijn in zijn stijl. Het is nog nooit... Een Frans Wijs misschien? Nee, ook niet. Ook niet? Ook niet. Nee, kijk, iedereen heeft zo zijn eigen stijl. Ja. Maar er is niemand gekomen die zo populair was. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Ja. Het was een fenomeen in het buitenland. En dat mensen beseffen het amper hoeveel honderden, zo niet duizenden kopieën van glas er over de hele wereld draaien. Hoeveel mensen er gepromoveerd zijn internationaal in de filmkunde met als hoofdonderwerp glas. Hoeveel honderden, zo niet duizenden kopieën van Beide Beesten Af over de wereld zijn gegaan. Films die dus zo aanspraken wereldwijd. Dat is uniek. En hij heeft alle prijzen gewonnen die maar denkbaar waren. Die stonden in zijn kast als je de studio inkwam op de Verlengde Eenweg. Er stonden alle grote prijzen. De Gouden Beer, de Gouden Palm, de Oscar. Al die prijzen. Wie heeft dat in Nederland bereikt? Niemand. Toen die film werd opgenomen was ik een jaartje of 8, 9. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Het enige verhaal wat ik nog wel weet is natuurlijk uiteraard van die papagers die eindeloos werden geplukt enzovoort. Maar dat mijn omaatje, een grote gluurster was dat, die zit nog in de film. Oh, en die had zo'n witte bos met haar. En die zie je net over die heg heen kijken. En dat staat dus in... Maar dat wist ik niet meer. Dat heb ik enorm op te pakken genomen. Ja. Jij bent toch zo vol van Hans, niet? En je kan maar niet genoeg van zijn heldendaden horen. Nou, dan zal ik je zijn laatste heldendaad vertellen. Maar dan moet je wel even gaan zitten, want anders luister je zo raar en haastig.
Je moet je goed indenken hoe Hans eraan toe was. Hij zat in diezelfde stoel en ik stond daar bij de kast. En Hans zei... We kunnen natuurlijk allebei nu de overdosis nemen, dan zijn we er meteen vanaf. Hij voorgoed ontwend. Maar ik weet iets mooiers. Ik weet echt iets mooiers. Ik weet een ontwenningskuur die niet verschrikkelijk is, maar mooi. Van een grote kleurenpracht. Van een schoonheid die alles overtreffend is. Maar die tegelijkertijd de uiteindelijke bevrijding lang van tevoren aankondigt. Onze bevrijding. Papavers. Papavers. Je wil goede dag zeggen vandaag. Kijk naar jezelf, zeg. Mieske, begrijp je dat niet? Wat gaan wij doen? Hier rondom, wijd rondom, gaan wij papa verzaaien. Overigens neem jij me aan dat ik ook dood wil. Nu al. Oh, jij wilt mij overleven. Lieveling, luister. Wat wil je? Weer zo'n rotkuur die niks helpt? Of langzaam meegroeien naar de verlossing? Iedere dag mooier en veelbelovender. Wenen om bloemen in de knop gebroken. Verdomd, jij zegt het. Ik dank u wel. Dus je weet het, wij gaan zaaien. Ze zochten een nogal een apart huisje. Niet een grote villa, maar een beetje feeriek huisje. Met een grote tuin, omdat er papavers gezaaid moesten. En toen moest die hele tuin hier aangelegd worden. Nou, dat is een verhaal apart. Ja, ja. Kijk, hier is de tuin. Ja. Althans, wat er van over is nog. Ja. Wat een enorm tuin. Dat huis wat daar achter die heg staat, was er nog niet. Nee. Het liep er helemaal door. Tot een... dat moest allemaal zand worden. Waar het zaad voor de papavers ingestrooid moest worden. En dat moest goed verzorgd worden. Papavers zijn natuurlijk heel kwetsbaar. Ja. Maar hier op die pakjes staat dat het nu tijd is om te zaaien. Dun zaaien. En nou heb je mij gevraagd om je te helpen. Toen kwam ik op het idee, en dat was eigenlijk niet zo'n goed idee achteraf gezien, om een zwager van mij in te schakelen. Die had een tuindertbedrijf, een bomenbedrijf. Ik dacht, nou, die kan ik wel vertrouwen. En dat, die moet die tuin maar inzaaien. En Bert was een enorme perfectionist. En Bert was naar de Universiteit van Wageningen gegaan. Had daar met een professor gesproken die alles wist van papavers. Bert had de grond opgemeten. Het was zoveel vierkante meter. En hoeveel zaad heb ik nodig voor zoveel vierkante meter, had hij gevraagd. Nou, die man zei, voor zoveel vierkante meter heb je zoveel gram of kilo nodig aan zaad. Als ze bloeien, wou je dan ook met mij samen? De papavermelk drinken. God, ja. Net als Hans gedaan zou hebben in zijn stijl. Op een gegeven moment krijg ik een telefoontje van Anton van Münster, de cameraman, die woonde in de buurt. Hij zegt, Hans, ik maak me ongerust. Ik zeg, wat is er, joh? Hij zegt, ik heb een paar van die papavers, die knop heb ik opengemaakt en die zijn niet rood. Want in het verhaal staat dat er opeens een enorm rood veld is van papavers. Eén groot rood veld. En verdomd, overal waar je dingen openmaakt, heel weinig rood, maar heel veel andere kleuren. God, dus ik heb mijn zwager gebeld. Ik zeg, joh, zeg, hoe zit dat? Hij zegt, ja, ik was al na een paar meter was ik klaar met het zaad. Toen heb ik nieuw zaad bij besteld. Ik zeg, maar heb je ook erop gelet dat het gewoon voor rode papavers was? Nee, ik heb gewoon papaverzaad besteld. Het bleek dus allemaal gekleurde papavers te zijn. Wit, paars, oranje, geel. Verschrikkelijk. Eén grote ramp. Oh ja, nu en dan kom ik naar je toe. Om te zien hoe ze erbij staan. Nou, een paar keertjes hoor. Dus je doet het? Nou, dan moesten we Bert vertellen. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Die man kon nog grotere paniek raken dan Anton en ik bij elkaar. We hadden wel, voor de zekerheid, hadden we al kunstpapavers in huis gehaald. Het waren een beetje oranjeachtige papavers. Of lange papavers. En die kon je ertussen zetten als er een plek was die niet helemaal goed was opgekomen. Maar ja, dan waren we op een vierkante meter waren we al klaar met die papavers. Er moest een heel veld gevuld worden.
Ja, toen dacht ik van, nou, ik bel die firma waar we die papavers van hebben. Nou, die firma zei, nee, dan moet je in Frankrijk zijn, want wij hebben in Nederland niks meer. In Frankrijk, daar werden ze gemaakt, maar het was begin van de zomer. En toen heb ik geprobeerd die firma te bereiken, moet je allemaal voorstellen, allemaal nog zonder internet. Het werd niet opgenomen bij die fabriek. Toen heb ik de politie weten te bereiken in dat stadje in Frankrijk. Ze zei, ja, die fabriek is gesloten in verband met vakantie. Toen ben ik erachter gekomen waar die man, die directeur op vakantie was in Zwitserland. Heb ik die man bereikt in Zwitserland. Ze zei, ja meneer, maar als ik die fabriek moet opstarten, zijn we 2 weken bezig. Ik denk, dat kan ook niet. Hij zei, die gaf een goede tip. Hij zei, je moet naar de begraafplaatsen van de kerkhoven in Antwerpen. Samen sterven? Nee, ja. Samen zaaien. Ja, dat sowieso. Ze weer bellen met Antwerpen. Ja, daar hadden ze wel een paar duizend van liggen. Toen ben ik weer naar Antwerpen gereden. Toen was het nog gewoon een grenscontrole. Mijn hele auto helemaal volgeladen, zoveel maar kon, met papavers. Ik denk, als ik aangehouden word bij de grens, dan denken ze dat ik een drugsmokkelaar ben met de kunstpapavers. En toen was ik idioot hier naar het huisje gereden. Daar zaten allemaal vriendinnen van mijn toenmalige vriendinnen klaar. En met allemaal met stokjes en met ijzerdraadjes en met schaartjes om de stampers eruit te knippen. Nou, uiteindelijk was het 1 groot rood veld. En het was zo levensecht dat er werd een reportage gemaakt door Avro's Televisier. En ik stond hier zo bij het moment dat wij dus de opnames gingen maken met Kees Brussen. Die dan in die ruit kijkt en dan zie je weer spiegeling van het hele veld. En die cameracrew van Avro's Televisier, die zeiden tegen mij, god. Jullie hebben zo lang moeten wachten tot het allemaal tot bloei was gekomen. Waarom hebben jullie geen kunstpapavers gebruikt? En je ziet het, want ik heb hier zo, zie ik Kees Brussen in het veld staan. Het ziet er fantastisch uit, maar je ziet, ik kan bijna aanwijzen, dit zijn sowieso kunstpapavers. Ik zie het aan de kleine kopjes. En het zag er waanzinnig echt uit. Nee, boerenlul, niet zomaar in het wilde weg. Jij morst gewoon met je zaad, Sufaona. Kalm nou. Ik verricht een symbolische daad. Zo zou Hans het ook gedaan hebben. Is het nou uit? Als je zo begint, kan je beter ophoppelen. Godsman, ben je toch een hark? Even pauze, hè? Drink dat zwijn nog uit de fles ook. Het meisje ongeveer, die vindt, die kwam daar met straalbesopen aanrijden, helemaal slingerd over. Het is nog een arts, zo, kijk maar eens naar die vooruit. Hier, ik zal even helpen, ik ben arts. Nou, dokter, u gebruikt zelf ook medicijnen, zeg maar. Komt u maar even mee. Ja, komt u maar mee naar de wagen. Nee, maar u gaat mij toch niet arresteren? Ik kan me niet schelen hoe u het noemt. Nee, komt u maar even helpen. Op de achterbank. Ja, even laten helpen, meneer.
Het is weer lang geleden, hè? Net komt ik wel haar op zoek. Maar ze is er niet. Nee, ze is er niet. Daar tenminste niet. Is ze bij familie? Nee, ze is ook niet bij familie. Weet u wat het is? Derde laan links, 18e graf. Er ligt een steen op met haar volle naam. Mireille Françoise Beeks van Ledendonk. Oer van dokter Van Ingeli daar kon er niet meer op. Alles was op. Er staat nog een half flesje voor je, maar blijf er maar af. Zeg, ouwe knabbelaar, smijt die steen door een ruit. Ga naar huis en vergeet Hans en mij. Mij niet helemaal. Mis, eenzaam wijf dat je bent. Hij is eigenlijk tijdloos, hè? Tijdloos. Ik krijg nog regelmatig mensen die op een of andere manier aan een dvd komen van de film. Er is natuurlijk een grote box uitgebracht van al zijn films. En dan mensen die er vol enthousiasme over die film spreken. Een film die bijna 50 jaar oud is. Waanzinnig. Ja. Het is Nederlandse filmgeschiedenis, hè? Het is filmgeschiedenis. Met de grote acteurs, actrices. Ja. En jij bent erbij betrokken geweest, hè? Als jochie, ja. 25. Ja. Dus nog immer trots? Ja, ik ben enorm trots dat ik daar aan heb mee mogen werken. Waanzinnig. Ja. En met een man als Bert Hassa. En ook Anton van Munst als cameraman. Geweldige equipe. En de zoon van Bert. Remco. Remco was regieassistent. Ja, dat klikte enorm. Dat was een prachtige kroeg.